Hallo, wat leuk dat je kijkt. Ik ben Daan van Cannenburg en in deze video een review van de nieuwe Hobby Excellent Edition 64 UWV, modeljaar 2022. De Excellent Edition is een volledig vernieuwde serie in het programma van Hobby en met echt een geweldig mooi interieur. En dat gaan we dadelijk zien. We beginnen uiteraard even met een stukje rijtechniek. De hele hobbylijn is uitgerust met een stabilisatiekoppeling van het merk Knot. Nou, die zorgt voor een stabiliserende werking in de slingerbeweging en ook in dat doordeinsen. Dus optimaal rijcomfort. Standaard kun je bij Hobby rekenen op een neuswiel met een kogeldrukindicator. Waardoor je eenvoudig de druk op je kogel af kunt lezen bij het in- en uitladen. En uitgerust met een fraaie disselafdekking over de chassisbalk heen. De disselbak zelf. Op deze manier de binnenklep naar voren halen. Half kwartslag draaien en op deze manier gaat de disselbakklep eenvoudig naar boven, wordt geholpen met een aantal grasveren. En geef je toegang tot die ruimte in de disselbak. Nou, daar zit een kunststof bodemplaat in. Daar zitten goede houders voor grasflessen. De keggen om eventueel een wiel te blokkeren. Er is een ophanging voor je slinger aanwezig. En aan de rechtervoorzijde zit er een verrijkbare vuil watertank. Er zit een opening uiteraard, het is een graskast, dus het moet goed kunnen blijven ventileren. Nou, bij deze uitvoering zou het bijvoorbeeld ook mogelijk zijn om nog een fietsendrager op de dissel te plaatsen. En dat kan ook heel goed, omdat die disselbakklep dus zo mooi naar boven toe scharniert. Voorkant mooie anthracite kleurstelling, raampje aan de voorzijde. Deze uitvoering, de 64 UWV, heeft een tweepersoonsbed. Dus je slaapvertrek zit aan de voorkant. Nou, lopen we even langs het voertuig. Nou, Excellent Edition, zoals aangegeven. Dit raam is het zijraam bij het vaste bed. Daaronder bevindt zich een gigantisch grote serviceluik van 1 meter breed. Nou, perfect natuurlijk dat brede luik om die enorme bergruimte die je onder het tweepersoonsbed hebt te kunnen gebruiken voor het in- en uitladen van tafels, stoelen, tent of wat dan ook. Perfecte mogelijkheid. Kijken we wat verder, dan zien we hier de CE-aansluiting. Dus hier komt de walstroom, de vaste stroomaansluiting, de caravan binnen. We gaan straks binnen kijken, we gaan verder aan de achterzijde. Bij deze uitvoering heb je standaard nog een voortentstopcontact met een tv-voorbereiding, kabelvoorbereiding. En achter dit klepje bevindt zich de watertankdop. Er zit een 25 liter vers watertank in en die kun je door de dop eruit halen met een gieter of een tuinslang eenvoudig vullen. Je kunt natuurlijk ook nog voor kiezen om een vaste wateraansluiting door ons te laten monteren. Zodat je gewoon met een gardenenkoppeling aangesloten komt te zitten op het waternet. Ja, de achterkant van die caravan mag natuurlijk ook wel even gezien worden. De Hobby heeft een hele stoere, scherpe lijnenspel in zijn achterlichten. En, gewoon een stoer kontje, ook die grijs tinten komen er weer terug. Een heel mooi groot achterraam, als je een leuk plekje hebt op de camping, een mooi uitzicht over dat meertje of de zee of een andere natuur. Kun je daar schitterend van genieten vanuit je zithoek. Goed, de toegangsdeur heeft een mooie chrome deurgrendel. Er zit een raampje in de toegangsdeur. Dus je kan zien wie er even een kopje koffie komt drinken. Als je de deur open doet, zie je dat ook aan de binnenzijde een goede handgreep is aangebracht. Je ziet dat er een afvalbakje is aangebracht met nog wat extra opbergbakjes in de zijkant van de deur. De deurhendel om ermee op slot te doen. Als je kijkt hier, er zit een mooie driepunts sluiting op deze deur. Een hele solide constructie, dus een mooie stevige deur. De toegangsdeur zelf is al voorzien van een hoorder, PC-hoorder voor de volledige toegang. Je houdt de insecten lekker buiten waar ze horen. En dan neem ik je graag mee naar binnen. Nou, de instap is vergemakkelijk door het aanbrengen standaard van een handgreep hier. We hebben het hobbylogo ingewerkt. We hebben een verlaagde knop voor de bediening van de verlichting. En als we dan hier kijken, hebben we een mooi paneeltje. Dit is het Hobby Connect bedieningspaneel, nieuw in het hele hobbyprogramma. Daar kun je allerlei lichtfuncties mee in- en uitschakelen. Daar kun je ook je waterniveau mee aflezen, eventueel zelfs bij een bepaalde type batterij ook nog je accu-status. En vanwege die Bluetooth-functie, dus koppelbaar met de Hobby Connect app. En dan kunt u ook alles met uw app uitlezen. Nou, kom naar binnen zou ik zeggen. Dan beginnen we eens even met de zithoek. Nou, de Excellent Edition is een helemaal nieuwe gestijlde uitvoering. En die heeft echt een heel fraai interieur. De fabrikant noemt het Scandinavisch. Ik heb er zelf weer een beetje een Japans gevoel bij. Geef er het gevoel waar u zelf wat bij u past. Maar vooral gaat, het is lekker licht. Het is fris. Het is ook eens een keertje anders. Het is echt een heel leuk interieur.
De kleding, bekleding heeft een, is een wat lichtere tint met wat grijze elementen. Ik heb zelf een beetje een soort beach strandgevoel krijg ik bij de kleurstelling van de stof. Dus die afwerking is erg leuk. Komt weer terug in de vitrages. Nou, het mooie van deze bovenkast is dat ze volledig doorloopt. Je hebt hier geen open schapjes. Waardoor ik even heel opgeruimd en fris aandoe. Dat ik sowieso door het licht. Nou, ik zal deze kastkleppen. Die zijn dus greeploos. Die is aan de onderkant zo open doen. Nou, dan zie je wat een enorme hoeveelheid bergruimte komt. Er zitten onderkastjes zijn erin verwerkt. Het scharnierwerk, heel grof degelijk uitgevoerd, zit op een aluminium profiel. Dus een degelijke constructie. We zien een indirecte verlichting aan de bovenkant van de kasten. En aan de onderkant van de kasten. Nou, kijk even in die andere kast hier links boven. En de kast, zoals die achter mij. Nou, lekker veel bergruimte, maar alles mooi achter die strakke panelen, weggewerkt, lijnspel loopt heel mooi door, zo ook in de keuken. Nou, de zithoek is een mooi rondlopend. Is uitgevoerd met wat indirecte verlichting en wat leespotjes met een nachtfunctie en een uiteraard leesfunctie. Dus een grote plafonnière aan het plafond, die zorgt voor de directe verlichting. Die kan ook met een dimmer wat geregeld worden qua lichtsterkte. Mooi grote vierkant tafelblad. Het tafelblad is een robuuste houtnerf. Wat dan weer bij de lichte panelen weer wat warmte teruggeeft. Zo groot is prima, lekker om hier met te kunnen tafelen. De tafel zelf heeft wieltjes, wat het makkelijk maakt om even in en uit te kunnen stappen. De tafel gaat naar beneden en dan wordt hier een mooi groot extra tweepersoons bed van gemaakt. De 64 UV heeft in totaal 4 slaapplaatsen. 2 in de ombouw zithoek en 2 bij het vaste bed waar ik straks wat van ga laten zien. Nou, voor de rest bevindt zich hier in deze wagen nog een watertankje aan die zijde is. En hier onder de bank hebben we dus volop de bergruimte. Goed, keukenblok. Heeft 2 mooie grote bovenkasten. Met de 2 opbergvakjes eronder. Heeft een achterwand afwerking in een soort glad materiaal. Een beetje een steen look. En lekker goed af te nemen natuurlijk. En uiteraard is de nodige hoor- en verduisteringen zijn aanwezig bij de raamvensters. De ramen zijn allemaal openslaande ramen. Kan goed geventileerd worden. Voor de rest hebben we hier lichtschakeling, USB-contactdoos, nog 2 extra stopcontacten. Een mooi glazen spatschermpje om te zorgen dat je bekleding niet vies wordt als je staat, lekker staat te kokkerellen. Nou, 2 glazen afdekkingen die je naar boven toe doen. Geef je toegang tot een mooi grote 3-pits vuilnuis. Hier een brede wokbrander, een kleine brander in het midden en een medium brander aan de rechterzijde. En uiteraard is hier ook op voorzien een elektrische ontsteking voor het gemak en een thermische beveiliging. Leuke ronde spoelbak met de mengkraan. Deze caravan heeft standaard een Trumotherm 5 liter elektraborder. Dus je hebt je eigen warmwatervoorziening aanwezig in dit mobiele huis. Een ladenblok van 3 laders. Kijk eens, een gigantisch breed ladengedeelte hierin zit. Softclose. Sluiting erop. Nou, de onderste lader is natuurlijk als mooie spannenlader te gebruiken. Ik laat het weer voor de lader die daaronder zit. Allemaal voor transport goed op deze manier te vergrendelen. Nou, de keuken moet een mooie koelkast hebben. Nou, die is er zeker. Want we hebben hier een 150 liter Dometic Slimtoren koelkast. Dat is een gigantische grote bak. Heeft een vriesvak aan de bovenzijde. Ook met erg veel volume. En de grap die daar is, dus je kan die bak er ook weer uithalen. Het vriesvak is uitneembaar. Dus ja, heb je niks meer in te vriezen. Maar kun je wel wat extra zaken kwijt. Op die manier is dat te creëren. Onderin een groentelade. En helemaal onder de koelkast zelf trouwens nog een extra opbergkorfje. Deze koelkast is op 3 wegen te bedienen. Je kunt hem laten draaien op de accu. Dat, oftewel 12 volt hè, achter de auto. Je kunt hem met vlammetje op gas. Of natuurlijk op de standaard 230 volt aansluiting. Goed, hier boven mij bevindt zich een mooi groot dakluik. Dat zorgt voor de lichtval. Centraal geplaatst in de caravan. Dat is heel handig om de caravan goed natuurlijk te kunnen verlichten. Die is een Dometic Midi Heki met een draaihendel. Dus die is door die draaihendel in allerlei standen te plaatsen. En uiteraard is er ook hier gedacht natuurlijk aan een verduistering voor de nachtelijke uurtjes. Of een mosquitohorretje tegen de insecten. Zo. Goed. Nou, bij dit draaien altijd even goed opletten. Op de oranje indicatie, zodat je zeker weet dat je luik goed vergrendeld is voordat je gaat rijden. Nou, tegenover de keuken bevindt zich een dubbeldeurs hangkast. Mooie brede kast, roeder bovenin natuurlijk voor wat hangspullen. Daar vindt zich diverse elektronica in.
Van onder naar boven hebben we hier te maken met het lichtstuursysteem, wat gekoppeld zit aan je bedieningspaneeltje bij de entree. We hebben hier de lekschakelaar met de aardlek. We hebben de omvormer. Vrijwel alles in deze caravan werkt op 12 volt. Dus op die manier moet dat binnenkomende 32 volt omgevormd worden. En de twee stel stopcontacten met de antennevoorbereiding. Want op die manier kan dat weer naar buiten toe gebracht worden, naar het voeteinde van het bed, waar de mogelijkheid is om een televisie op te gaan hangen. Onder die kast bevindt zich het verwarmingssysteem. We hebben hier een mooie Truma 3002 kachel, dat is een gaskachel. Heeft een goede verwarmingscapaciteit, heeft deze caravan binnen no time lekker opgewarmd, ook in het voornajaar of zelfs de wintersport. En dat komt ook omdat er aanwezig is een ringverwarmingssysteem, wat inhoudt dat hier een ventilator zit. Die blaast de warme lucht door de buizen die rond in de caravan zijn aangelegd. En de warmte ook snel wordt verdeeld, dus ook de warmte onder je bed komt, in je toiletruimte of onder de banken. Eventueel zo'n kachel nog weer uit te breiden met een elektrisch element, mocht je dat prettig vinden. Nou, die fraaie rondlopende kastenpartij, die hebben ze ook weer doorgetrokken in het slaapkamergedeelte, boven de bedden. Om even een indruk te geven wat je aan opbergruimte daar nog achter vindt. Die even open doen. Ik zal het hier even laten zien, wat vind je daar nou achter. Nou, voldoende ruimte voor kleding, handdoeken en andere zaken. En zo. Helemaal goed. Ook hier lekker veel lichtval. Dat komt omdat er nog een extra klein mini heekje dakluik zit voor de nodige lichtval. Ook dit luikje kan open, heeft een hor en een verduistering. Nou, tweepersoons bed is een uitgerust met standaard met een binnenveermatras. Matras uit één gedeelte, dus geen naden en dergelijke. Ligt op een mooie houten lattenbodem frame. En die hele bedbodem is eenvoudig ook naar boven te brengen, omdat die ondersteund wordt door een tweetal grasveren, hulpveren die je mee naar boven brengen. Nou, dan zie je gigantisch veel bergruimte. Je kan het van buitenaf beladen, maar van binnenaf is dat prima toegankelijk. Zo, en op deze manier brengen we hem weer naar beneden. Nou, je hebt een zijraam bij je bed en je hebt een voorraam, dus je hebt nodige ventilatiemogelijkheden aanwezig. Er zijn leespotjes, er is een stopcontactje aanwezig bij het hoofdeinde van het nachtkastje. Dan, dit gedeelte, mocht je dat even voor de privacy willen afsluiten, geen probleem. En er is aan gedacht, zo heeft niemand zicht op uw slaapkamer of kunt u zich even netjes omkleden. Op het wastafeltje verzorgen. En zo is dat weer vast. Nou, hij heeft een externe wasgelegenheid. Er staat de UFE, de U-vormige zitgroep. Het Franse bed en de E staat voor die externe wasgelegenheid. Terwijl de wasgelegenheid buiten de toiletruimte. Nou, we hebben hier een drietal spiegels rondom geplaatst. Dus je kan jezelf vanuit alle hoeken bewonderen. Die hoekspiegels die zijn ook meteen deurtjes waarachter wat opbergruimte aanwezig zit. We hebben een mengkraan, dus ook hier hebben we te maken met warm water. En dan hieronder een extra bergkast onder de wastafel. Ook hier zit nog wat hotelschakeling voor de verlichting en een stopcontactje. Nou, dan komen we bij de laatste ruimte in deze prachtige caravan. Dus dan de wc-ruimte. Je kunt zien, mooi aanwezig Tedford cassettetoilet met een elektrische spoeling is aanwezig. Ook hier is verwarming. Twee deurtjes. Mooie grote kastruimte achter de wc-pot. Er zitten wat ophanghaakjes in. Natuurlijk een goede verlichting. En er zit nog weer een zijraam voor de nodige ventilatie. Maar die is wel mooi voorzien van wat privacyglas. Goed, dit was de rondleiding door deze wagen. Vergeet je niet te abonneren op ons YouTube-kanaal. En in ieder geval bedankt voor het kijken. Zie je graag weer terug. Adios!